sporten kunnen we eigenlijk niet. En daarom laten we het aan de nieuwe generatie open. Om te hopen dat we iets beter worden dan andere jaren. Onthoud die woorden van Marleen Groot, die haar 18-jarige dochter Nienke al wekenlang opsluit in haar personal gym om te trainen voor de sportweek in Waarland. Na 9 jaar is die namelijk terug van weg geweest in het dorp. Al vanaf de eerste editie in 1999 doen de roemruchte teenies mee. Een damesteam dat altijd laatste werd. Maar nu hebben een aantal teenies dochters die oud genoeg zijn om mee te doen en hun eer te redden. Woensdagavond werd de sportweek afgetrapt met een triathlon op het terrein van Zwembad Waarland. Nienke had een duidelijke missie. Hoger komen dan de laatste plaats natuurlijk. Veel hoger. Wie weet helpt de Jel die al sinds 1999 over de Waarlandse sportvelden schalt. We're bad, we know it, we're here to show it. Go teenies, go teenies, go teenies, go! Tijd om te vlammen. Oh, wacht even, mijn moeder belde. Ze wil weten wat een teenie is. Een echte teenie is luidruchtig en een beetje gek. Nou, dat dus. Op naar de wedstrijd. En zo vertrekt Nienke als een echte teenie voor het laatste onderdeel van de triathlon. Na het zwemmen, rennen en fietsen is het tijd voor de uitslag. Nou, we zijn wel laatste geworden, helaas. Dat was niet mijn doel. Wel verwacht, maar ik had gehoopt dat we het anders gedaan zouden hebben. Maar goed, hè? We hebben wel heel erg ons best gedaan, allemaal. Morgen tafeltennissen en iets tegen een ergens aangooien. Vrijdag tennissen. En zaterdag volleyballen. Maar eerst... Bier drinken. Ik ga nu heel hard bier drinken, denk ik. Ik vind dat ik dat wel verdiend heb. Ik had het eerder over het redden van de eer door de volgende generatie teenies, maar die zit bij deze wel snor, geloof ik. Nog een fijne sportweek.